Joep in het ziekenhuis. Hallo, ik ben Saar en ik ga je een verhaal vertellen over Joep. Hij is ziek en de dokter gaat kijken waarom. Joep blijft een nachtje in het ziekenhuis slapen. Dit is Joep. Hij neemt van alles mee naar het ziekenhuis. Wat neem jij mee? Joep is met zijn papa en mama in het ziekenhuis. Dag Joep, zegt een verpleegkundige. Ik breng je naar je kamer waar je bed staat. Aan mij mag je altijd alles vragen. Kijk, dit is de kamer waar Joep een nachtje gaat slapen. De papa van Joep mag ook blijven slapen. Er wordt gewoon een bed bijgezet. Dat vindt Joep best fijn. Bij je bed hangt een gordijn dat dicht gaat als je op de po moet plassen of als de dokter naar je komt kijken. Er slapen nog twee kinderen op de kamer. Lotte en Manuel. Joep gaat op het bed zitten. Dat is een lekker bed. Joep krijgt een bandje om zijn pols met zijn naam erop. Zo weet iedereen in het ziekenhuis hoe hij heet. De verpleegkundige kijkt hoe lang en hoe zwaar Joep is. De dokter komt naar Joeps hart luisteren met een luisterapparaat. Een stethoscoop. Het is tijd voor het middageten. Lekker. De voedingsassistent brengt het eten en drinken langs. Er zit vast iets bij wat jij lekker vindt. Joep is in de speelkamer. Kijk, hij bouwt een hele hoge toren. Zoveel blokjes heeft hij thuis niet. In het ziekenhuis kun je ook televisie kijken, een spelletje doen of een tekening maken. Het is bedtijd. Joep heeft zijn bed flink hoog gezet, zodat hij alles goed kan zien. Welterusten, Lotte. Slaap lekker, Manuel. Droom maar fijn, Joep. Slaap lekker, papa van Joep. Tot morgen. In het ziekenhuis ben je nooit alleen. Ook niet als je slaapt. Als je moet plassen of als je je niet lekker voelt, druk je op het belletje. Dan komt de verpleegkundige. Vandaag heeft Joep weer een onderzoek en daarna mag hij naar huis. Maar eerst gaat Joep zich wassen en aankleden en een boterham eten. Joep is bij de dokter, klaar voor het onderzoek. De dokter kijkt met een lampje in zijn oren en in zijn neus. Even goed zuchten, zegt de dokter als ze naar Joep zijn longen luistert. En soms klopt ze ook zachtjes op zijn rug. Na het onderzoek mag Joep naar huis. De dokter vond het goed. Dag Lotte, tot ziens. Doe je de groeten aan Manuel? Wil je weten hoe het verder gaat? Joep en Lotte zijn weer beter. Alleen Manuel komt soms nog terug in het ziekenhuis. Het gaat wel heel goed met hem. Als jij straks ook in het ziekenhuis bent, moet je niet vergeten dat je altijd alles mag vragen. Echt doen hoor!